en daar twee broers en zusters. In de vorige khutba hebben we stilgestaan bij de waarde van de akhlaq, van het gedrag. En hoe waardevol dat is en wat er tegenover staat. En hoe erg Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn umma, jou en mij, constant wijst op het gedrag, de akhlaq, el mu'amala. En hij gaf er natuurlijk het beste voorbeeld in. In de komende khutab, de komende preken die er nog gepland zijn, de komende maanden, inshallah, als Allah azawajal ons daartoe in staat stelt, zullen wij daarom duiken op deze akhlaq. En dan kijken hoe was Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hoe was zijn gedrag tegenover verschillende doelgroepen. Hoe was Mohammed sallallahu alayhi wa sallam daadwerkelijk tegen zijn vrienden? Maar hoe was hij zelfs tegen zijn vijanden? Hoe was de akhlaq van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam met zijn kleinste onder ons tot de oudste onder ons? Hoe ging Mohammed sallallahu alayhi wa sallam namelijk om met zelfs mensen die hem willen vermoorden en willen verbannen enzovoort? Allemaal zaken die we willen gaan behandelen. Hoe was Mohammed sallallahu alayhi wa sallam met zondaren, mensen die fouten en zondes hebben? Hoe ging hij daarmee om? Dit allemaal om daarvan te leren hoe wij daar mee om zouden moeten gaan, want dat is wat de akhlaq die we zouden moeten praktiseren. En als we dan vandaag het thema aanhouden, en natuurlijk de khutab zijn heel kort, dus ik moet proberen daar tempo in te maken en eigenlijk niet eens heel uitgebreid erop in te gaan, maar de hoofdlijnen in te noemen, heb ik gekozen om vandaag stil te staan bij wat vandaag regelmatig, zeker in het Westen wordt geroepen en eigenlijk generaties lang of door de eeuwen heen vaker is geroepen door de vijanden van Mohammed. Dat hij zo dorstlustig zou zijn, dat de islam verspreid is met het zwaar, dat hij constant eigenlijk de vijand eigenlijk alleen maar op uit was om mensen te vermoorden, te vermoorden, te vermoorden en om daarmee de islam eigenlijk te verspreiden. En dit beeld is natuurlijk, zoals de moslims wel weten, een totaal verkeerd beeld. Maar kun je daar wel voorbeelden van noemen? En dat is dus datgene wat wij jongeren en ouderen vaker eigenlijk bij stil moeten staan, maar ook door moeten vertellen. Als je het hebt over Mohammed, zal ze met de anderen beweren dat hij zo lustig was, zo dat hij constant eigenlijk bijna zijn hele leven alleen maar aan het strijden was. Want sommige moslims hebben misschien zelfs dat gevoel. Elke les die over Mohammed sallallahu alaihi wasallam gaat, of de sira, wordt voornamelijk de nadruk gelegd op een gedeelte in Mekka waar het de onderdrukking is enzo. Maar daarna ga je van de ene strijd naar de andere. Inderdaad, van de Badr, van Uhud, en dan ga je naar de Ahzab, en dan ga je naar, en zo zelfs tot de verovering van Mekka, bijna van de ene veldslag naar de andere. Maar wat we vergeten, om ook de nadruk te leggen op de rest van zijn leven. Want als je kijkt, zie je namelijk dat Mohammed sallallahu alaihi wa sallam de veldslagen, alle veldslagen die hij heeft meegemaakt, 27 veldslagen zijn. 27 veldslagen in 10 jaar van de Medina. Want in Mekka tijd, die 13 jaar, was er geen enkele veldslag. Dus alle veldslagen van Mohammed sallallahu alaihi wa sallam zijn er 27. Dus belangrijk ook voor onze jongeren, vandaag de dag ook op school of je collega's of wat, dit soort cijfers te onthouden. Want ze willen jou schetsen, en sommige moslims willen je schetsen, alsof hij 23 jaar alleen maar in strijd was. Hij heeft 27 veldslagen gehad. In de 10 jaar van de Medina. Weet je wat dat betekent? Laten we ervan uitgaan. Dat een veldslag gemiddeld 20 dagen duurt. Sommige veldslagen duren maar 3 dagen. Soms een paar uur. Sommige die duren zelfs een maand. Dus als je een gemiddelde pakt, laten we zeggen 20 dagen per veldslag. Wat dat betekent, dat betekent namelijk 27 veldslagen. En laten we 20 dagen per veldslag nemen, dat hij dus in principe 540 dagen in strijd was. Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, jouw boodschapper, was 540 dagen in een strijdveld. En tegen een duidelijke vijand die de moslims wilde uitroeien, Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, de islam wilde wegvegen enzovoort, en daar tegen moest verdedigen. 540 dagen. Weet je wat dat betekent? Dat is 1 jaar en 5 maanden ongeveer. En weet je wat dat betekent? 1 jaar en 5 maanden en niemand vertelt ons eigenlijk juist over die andere 9 jaar in Medina. En die andere 22 jaar, want hij heeft 23 jaar deze boodschap gekomen. Waarom zoomen we niet in op 22 jaar van Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, maar op die anderhalf jaar in een strijdveld? Waarom
zoomen we niet in die 9 jaar van de Medina, waar die de boodschap komt tot de laatste adem, maar op die anderhalf jaar. Weet je wat dat betekent? Dat mensen je willen meenemen naar wat? Naar 7% van de islam. En 93% van de islam willen ze aan de kant schuiven, zodat jij alleen maar bezig bent met veldslagen en dit en dat. En iedereen daarom een beeld heeft, dat het bijna, als je over islam hebt, gaat het bijna dan over 99% alleen maar over oorlog, over strijd, over dit, over de hudud en over jurisprudentie en straffen en wetten en rechten en zweepslagen en noem maar op. Mensen willen je daar naartoe op het leven. En helaas zelfs mensen onder ons willen ons daar de hele tijd mee bezighouden. Maar wij moeten gaan veranderen in sowieso de strategie. In sowieso denkwijze, in sowieso gewoon eerlijk een kans te geven. Hey, vertel mij liever over die 93% van zijn leven. Waarin hij elke dag bezig was met inderdaad zichzelf en anderen constant bekend te maken met Allah azawajal. 13 jaar in Mekka, constant, de enige islam wat er was, wordt bekend met Allah azawajal. Rechtvaardigheid onder de mensen te verspreiden. Om eerlijkheid te verspreiden. Om bewust te zijn dat je dadelijk bij Allah moet verantwoorden van hoe je met de mensen omgaat en hoe je met jouw schepper omgaat. Dit was islam, samengevat. En dan willen mensen ons lokken. Nou nee, het gaat over constant. Moet je eens voorstellen. Imam al-Ghazali, rahimahullah, die geeft aan dat er in de Koran 6263 ayat zijn. 6263 ayat. Waarvan 430 ayat gaan over vet, jurisprudentie, over straffen enzovoort. 430 ayat. 6263 ayat gaat over omgang met elkaar. Samenleven, hoe gaan we dat regelen? Hoe kan je een beter mens worden? Hoe kan je anderen beter? Maar hoe behoort jij zelf weer? Hoe blijf je bewust van het andere enzovoort? 6263 ayat, waarvan maar 430 gaat over regelgeving, wetgeving enzovoort. En weet je wat dat betekent? Dat het wederom gaat om een percentage van bijna 7%. Wat gaat over regelgeving enzovoort. En straffen en noem maar op. En 93% in de Koran van alle ayat gaat dus over je akhlaq, over je iman, tawhid, het geloof in Allah azawajal. En geen shirk daarin vermengen enzovoort. Daar is waar het om gaat. Dit zijn cijfers, lieve broers en zusters, die wij eerst moeten begrijpen. Omdat wij ze zelf niet begrijpen. Waarom verwachten jij en ik dat niet-moslims ze moeten begrijpen? Waarom verwachten jij en ik dat zelfs vijanden dit moeten begrijpen? Want de vijanden die kennen ze beter dan jij en ik. Ze willen jij juist lokken dat je niet gefocust blijft op die 93% van akhlaq, mu'amala, rahmat, tawhid en noem maar op. Maar dat je vooral eigenlijk op die 7% blijft inzoomen. En zo geeft Imam al-Ghazali ook daar ook aan 60.000. Natuurlijk zijn het grove cijfers, maar 60.000 ahadith sahiha, waarvan maar 4.000 ahadith, als je ze op naast slaat, die sahih zijn, die wederom gaan over jurisprudentie, over fiqh, over straffen en dat soort zaken. En dan kom je weer, subhanallah, wederom uit van 93% gaat juist over de akhlaq, het geloof. Ik geef je deze cijfers, je mag ze vergeten, maar wat jij niet moet vergeten is dat jij en ik en de samenleving ons wil wegkrijgen van de 93% die wij, waar wij veel meer direct mee te maken hebben en elke dag als vader, als broeder, als collega, als buurman, als student, als werkgever, als ondernemer mee te maken hebben en jou willen lokken naar die 7% waar je eigenlijk over kan zeggen, luister, dat laat ik aan de mensen van kennis over, aan de geleden of aan degenen die daarover gaan. De hoogste verantwoordelijkheid, bewijzen van. Hier is waar wij ons moeten op focussen. En Mohammed sallallahu alaihi wasallam toont dit soort cijfers, toont hij even in de praktijk aan. Dat hij niet zo lustig is en niet zo wraakzuchtig was zoals men ons wil voorschrijven. Jij weet heel goed, geliefde broeder en zus, moet je eens voorstellen dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam 13 jaar bestreden wordt. Zijn metgezellen worden zelfs afgemaakt, gemarteld, worden zelfs verbannen, worden verketterd. Heel de samenleving, 13 jaar onderdrukt, tot op een gegeven moment hij zelfs de toestemming krijgt van Allah en zelfs de opdracht krijgt om te emigreren, om te vluchten naar een veilig oord, naar Medina. Mohammed sallallahu alaihi wasallam, de Sahaba beginnen te vertrekken. De ene in de nacht, de ene met z'n tweeën, de andere in groepen, de andere. Maar in ieder geval, zelfs als ze ontdekken dat jij aan het vluchten bent, ga je eraan, zit je vast of maakt Mekka jou af.
De mensen die zien dat op een gegeven moment de moslims nu naar een berg wordt, die krijgen dat door met Quraysh. En die komen bij elkaar, spoedbara. Wat spreken ze af? Dit kan niet. Iedereen vlucht. Dadelijk gaan ze naar Medina, worden ze nog groter en komen ze terug. De anderen zeggen, wat gaan we dan doen? Gaan we Mohammed, maken we hem af? Oké. De eerste die zegt, gevangen nemen geen optie, ze komen hem vrij. Verbannen, ja, ja, dus dat wil je niet hebben, want als hij naar buitenland gaat, wordt hij groter en groter. Wat is de laatste optie? Vermoorden. En op dat moment spreken ze af, zoals jullie allemaal wel weten, spreken ze af, laat dan van iedere stam iemand van de jongeren met een zwaard vol gif, en iedere stam gaat meehelpen aan deze moordaanslag op Mohammed. Zodat iedereen daar een aandeel in heeft en Mohammed, als de stam van Mohammed, nooit kan zeggen, wie heeft het gedaan? Ja, wij allemaal, en dan. En dus sta je schaakmat. Mohammed sallallahu alaihi wasallam, als hij, zij zijn bezig met deze aanslag, beramen, en op dat moment komt breaking news via Jibril alayhi salam naar Mohammed sallallahu alaihi wasallam om hem te vertellen, vanavond wordt er een moordaanslag op jou gepleegd in jouw bed. Ze komen daar om jou te vermoorden. Dus jij moet vertrekken. Vanavond daar vertrekken. Mohammed sallallahu alaihi wasallam krijgt dit te horen. En heeft nog een andere zorg. Je moet je voorstellen, jij weet nu, de vijanden staan nu om een moordaanslag op mij te plegen. Die staan bij wijze van zelfs buiten het huis. Buiten de deur, al te lang. De moordaanslag gaat plaatsvinden. Het is niet van ja, misschien, en ze zijn er nog niet uit. Nee, want je hebt het van Allah. Dus met andere woorden, het gaat. Die aanslag, die poging zal er komen. Dus je weet het zeker. Weet je wat Mohammed als een voor zorg heeft? Mohammed als een weet, de vijanden staan buiten. Die komen mij, zometeen willen ze mij vermoorden. En hij denkt na, maar ik heb nog spulletjes van hem hierin. Ik heb nog goud van hem. Ik heb nog geld van hem. Ik heb nog spullen van hem. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dan, maar over de kant van Allah, die mensen die staan op het punt om jou te vermoorden. Dus nu zou iedereen van ons zeggen, wat wil jij mij vermoorden? Nou, pak die miljoen allemaal die je hebt, naar Marokko, Brabant en ook, wat weg. Jij mij vermoorden, dan heb ik daar een nieuwe toekomst ergens anders. Als dat jouw geld is, jij nu om het feit dat jij mij wil vermoorden, pak ik het en zeg ik ook nog van, dit was goed voor je. Mohammed was niet. Want Mohammed zal zijn vertegenwoordiger zijn achlaat, niet die van hem. Als jij een moordenaar bent, zal ik niet een moordenaar worden. Als jij niet te vertrouwen bent, ga ik niet, ook niet te vertrouwen zijn. Zoals wij reageren, ja, je moet dan nog iets bij hem doen. Je moet dan ook, nee. Mohammed zal zijn vertegenwoordiger zeggen, ik ben degene die altijd bekend staat als Sadiq al-Amin. Ze altijd betrouwbaar. Weet je hoe ver dat gaat? Dat zelfs nu de vijand, nu al 13 jaar, jou ziet als grootste vijand. Maar als hij echt iets kostbaars heeft van goud, komt hij naar jou toe en zegt, ik kan het bij jou bewaren. Hoe betrouwbaar moet je wel niet zijn? Wij vertrouwen zelfs onze eigen familie niet eens. Naar onze eigen bloed niet eens. Om iets daar neer te leggen. Zij, de vijanden, vertrouwen hem. Want ze weten, Mohammed zal er nooit een cent van pakken. Ook al... Maar ook al zijn wij met zijn grootste vijand. En inderdaad, dat bleek ook. Want ook al komen ze zelf de moordaanslag op hem plegen, zegt hij tegen Ali, je hebt één opdracht, alsjeblieft, ik moet vluchten, ik moet weg. Maar geef deze spullen nog terug en Fulan en Fulan en Fulan en Fulan en kom daarna naar de Medina. Kom daarna. Eerste spullen iedereen. Emana, verantwoordelijkheid. Ik heb iets van iemand. Wij nemen soms van familieleden of wat dan ook, we geven dingen niet terug. Al geef me eventjes dat boek, zie je nooit meer terug. En geef me eventjes dat jasje, nooit meer terug. Geef me eventjes misschien iets van zaken of zelfs geld of wat dan ook. Hij, zelfs met de vijanden en mij, is verantwoordelijk, ik moet het teruggeven. En gaat dan op de vlucht. Mohammed sallallahu alaihi wasallam, om aan te geven dat hij anders was, in dat, zelfs met de vijanden, moet je eens voorstellen dat hij op de terugreis is van een expeditie met een nest van een slagveld. En als hij onderweg is, zegt een van de metgezellen, Jabir, die overlevert namelijk, dat ze op een gegeven moment eigenlijk gingen uitrusten. Als zij plek gaan nemen en iedereen gaat even liggen na een vermoeiende strijd en ook na een lange reis enzovoort, kiest iedereen een plekje uit onder de schaduw van Mohammed zal ze kiezen een boom uit en gaat daaronder liggen. En als Mohammed zal ze daar even een dutje wil doen en wil liggen, pakt hij zijn zwaard en hangt hij die op boven zijn hoofd.
en iedereen is uitgeput. Lange dagen, de strijd, lange week, helemaal erdoorheen. Dus als Mohammed zelfs daar even gaat slapen en de rest ook, merk je ze niet dat in de tussentijd iemand is in hun is gevolgd, daartussendoor loopt terwijl iedereen aan het slapen is en bij Mohammed zelfs aan zijn hoofd staat. Mohammed zelfs ook zegt, ik opende mijn ogen met een zwaard op mijn keel van een iemand die tegen mij maar één woord zegt, men yemna kamini. En wie gaat jou nu redden, ja Mohammed? Wie? Ja, maar de rest ligt daar allemaal. Nu ben ik zelfs zo ver dat ik de zwaard op jouw keel heb. Hier, dus in mijn andere woorden, alleen doe je al zo. Snijden al, wat staan als ik zo doe, ben je weg. Iedereen die mij wil pakken, durf niet, want kom je dichterbij, maak ik Mohammed als een af. Niemand kan jou meer van mij redden. En zo stond deze vijand, die dus nu Mohammed zal wijzen, wil vermoorden. Even voor de duidelijkheid, weer terug naar de realiteit. Hier staat iemand die Mohammed Sassen met een zwaard op zijn keel heeft. Niet eens iemand die een cartoon over hem maakt. Niet eens iemand die een stukje schrijft. Niet eens iemand die een toneelstukje maakt. Nee, iemand die letterlijk met een zwaard op zijn keel van Mohammed Sassen staat. En nu moeten we weten, hoe gaan deze mensen vandaag de dag ermee om en hoe gaat Mohammed Sassen ermee? Als hij tegen hem zegt, men yemna kamini, wie gaat jou nu nog redden van mij? Zegt Mohammed al. Die vertrouwen heeft op Allah. Eén woord waar al het universum om draait. Waar alles voor is geschapen. En degene, geliefde broeders en zusters, die dat woord daadwerkelijk in zijn hart heeft. Daadwerkelijk in zijn mindset heeft. Daadwerkelijk in zijn leven heeft als doel. Die zal op dat soort momenten dit woord, zal wonderen van zijn leven. En hij antwoordt namelijk met niet hele lange zin, wie gaat jou nu helpen? En hij antwoordt, Allah! En als hij dit alleen maar uitspreekt, weet je wat dit woord doet bij sommigen? Zeker bij de vijanden. Weet je hoe pijnlijk dit is? Weet je dat mensen bestreken worden om dit woord? Weet je dat mensen nu afgeslacht worden om dit woord? Weet je dat ze het haten dat jongeren vandaag de dag weer teruggrijpen naar dit woord, naar Allah en stelgen naar de weg van Allah? Weet je dat het steekt op alle niveaus? Op alle niveaus? Het schudt zelfs werelden. Het schudt zelfs grootmachten, dit woord. Dus als hij het voelt, overtuiging zegt, Allah! Op dat moment als hij dat hoort, Allah! En hij laat die zwaard, dat zwaard vallen. Mohammed als een direct grijpt, dat zwaard staat op. De andere die ligt dan op de grond. En nu zijn de rollen omgedraaid. Mohammed zal als een legt het zwaard op zijn keel. En zegt, en wie gaat jou nu van mij redden? Rollen zijn omgedraaid. Hier leer je leerstelling sowieso. Allah azawajal kan per seconde je moment omdraaien. Soms ben je onderdrukt en zul jij met een vertrouwen op Allah azawajal zal er een moment komen dat jij de bovenliggende partij bent. Als je maar blijft vertrouwen op Allah. De wereld zal jou haten wanneer je teruggrijpt of een politiek voert of een discours voert waarmee jij Allah belangrijk maakt in jouw leven en als enige jij daar naartoe werkt om hem tevreden te stellen. En hier zie je, dan valt op een gegeven moment het zwaar. Hij krijgt hem, hij heeft hem nu op zijn keel en zegt tegen hem, en wie zal jou van mij redden? En wat zegt hij? Hij kent eigenlijk, hij heeft al genoeg gehoord over Mohammed sallallahu alaihi wasallam. En zegt tegen hem, kun ghayra ghaib. Wees de beste van de twee die het zwaar eigenlijk vast hadden. Ik was heel slecht. En ik wilde iets kwaads doen, ik wilde iets slechts doen. Maar u bent niet zoals ik. Eigenlijk wil hij zeggen, uw akhlaq zijn niet zoals die van mij. U bent barmhartigheid, zijn niet zoals die van mij. U bent niet zo'n verrader zoals ik die stiekem komt om iemand te vermoorden. Nee. En hij met één zin, kom ga je eruit. Weet je wat Mohammed zal hem tegen hem zei? Het is shahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wil je dan geloven dat er geen God is die het recht heeft om aanbeden te worden, dat ik de laatste boodschap heb. Met andere woorden, wil je moslim worden? Weet je wat die zei? La. Nee. En weet je wat er daarna gebeurde? Dan werd hij niet onthoofd. Hij werd niet op YouTube gezet en Allahu Akbar geroepen. Hij werd niet in de fik gestoken. Hij werd niet geketend en verkocht op markten en dan roepen dat je moslim bent. Hij werd niet, nee.
al dat zaken, al die zaken waar anderen zich toeschrijven, dat ze tot Mohammed zal zijn horen zeggen vanuit deze minbar, dit is wat Mohammed zal zijn deed met iemand die hem niet tekende, maar wilde vermoorden. Hij draait om, hij vraagt hem, wil je moslim worden? Hij zegt nee. Hij zegt, nou, vertrek. Die man zegt tegen hem, één ding heb je in ieder geval wel van mij gedaan. Ik zal je nooit meer bestrijden en nooit meer samenwerken met iemand die jou bestrijdt. Want ik heb nu Ahlak gezien, ik heb nu Rahma gezien, ik heb nu barmhartigheid gezien. Maar dit is praktiseren, dit is Ahlak. En weet je wat er dan gebeurt? Deze Ahlak zullen zijn hart bereiken. En deze Ahlak zullen zijn hart openen. En hij had hem daar kunnen vermoorden, want terecht, hij was een moordaanslag op mij. Dus ook dat zou iedereen prima vinden. Maar Mohammed Sassam was niet geïnteresseerd in het afslachten van mensen of verkopen van mensen. Mohammed Sassam was als doelstelling bevrijden van mensen en hun harten winnen. En daarom laat hij hem gaan, maar heeft hij zijn hart gegijzeld. Als hij teruggaat, gaat hij naar zijn hele stam. En hij was een bekende in zijn stam. En zegt hij, ik kom van iemand. Een beter persoon heb ik nog nooit ontmoet. En ik getuig, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. En heel zijn stam wordt moslim. Dit is akhlaq. Hij had hem kunnen afmaken. Terecht ook nog. Maar kijk wat hij bereikt met akhlaq. Akhoor al die heren, astaghfirullah, ik wil het. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Lieve broers en zusters, Mohammed Sassam die op die manier dus eigenlijk aantoont, dit doe ik zelfs met diegene die op een punt staat om mij te vermoorden. Ik blijf namelijk betrouwbaar, ik geef hun spullen terug. Diegene die mij wil vermoorden, ik vergeef zelfs. Nou, moet je eens voorstellen dat wij dat niveau zouden kunnen bereiken alleen met onze, nog niet eens met onze vijanden. Vergeef alleen maar je eigen broer. Vergeef alleen maar je eigen oom. Vergeef alleen maar je eigen zus, je eigen dochter, je eigen in de oma zit. Vergeef alleen maar je broeders. Laten we daar eens maar eens bij beginnen voordat we het niveau willen bereiken dat wij zelfs Mohammed als een volgende het vergeven van een vijand. Die zelfs inderdaad nu op het punt staat om hem te vermoorden. Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Op het punt dat iedereen hem verjaagt. En iedereen hem zelfs in elkaar slaat en bestenigt. En hij bloedend helemaal doorheen zit. Als hij naar het Taif gaat, komt Mohammed sallallahu alaihi wasallam letterlijk en figuurlijk zelfs op de grond. Bebloed, teleurgesteld, verraden, belachelijk gemaakt, gestenigd, helemaal doorheen. En zo ver zit hij er doorheen, want hij had daarvoor namelijk zijn vrouw verloren, Khadija, radiyallahu anha. Hij had zijn oom, Abu Talib, dus zijn steunpilaren had hij al verloren. En nu zelfs een nieuwe poging voor een nieuwe carrière of eigenlijk een nieuwe groep uit te nodigen in de islam, was ook mislukt. Hij zat er letterlijk en figuurlijk doorheen. Dan komt Allah azza wa jal hem tegenmoet om hem duidelijk te maken, maar ja Mohammed, jij bent dierbaar aan mij. Ja Mohammed, jij nu bent nu verdrietig, ik ga jou nu laten zien dat ik jou op welke manier dan ook, en jij hoeft maar alleen maar ja te zeggen en ik zal jou een beetje geruststellen. Hoe? Jibril komt aan. Jibril heeft dit keer een andere engel bij zich, die nog nooit naar Mohammed Sassam is gekomen. En hij stelt hem voor, ja Rasulullah. Ik heb nu iemand speciaal voor jou meegenomen. De engel die gaat over de bergen. We hebben gezien wat er is gebeurd. Allah azza wa jalla is met jou. En Allah heeft ook gezien dat je er doorheen zit. En hij stuurt jou nu Jibril zelf. En Malak al-Jibril. Je hoeft nu alleen maar op een knop te drukken bij wijze van alleen maar ja te zeggen. En hij zal de Achshabayn de bergen op heel Taif laten. En ik veeg ze helemaal weg. Per direct. Per direct. Eén knop. Je hoeft geen plek te geven, je hoeft alleen maar dit te doen. Ja, doe maar. En dan zijn ze helemaal weg en dan heb jij de vraag, heb jij in ieder geval zoiets van, jongens, zie je, hè? Maar ze stellen daar Mohammed zoals een man zegt, nee, ik wil daar geen gebruik van maken. En hij pakt zijn handen en doet de dua voor hen en zegt, Allahumma qillihum innahum la ya'lamun. O Allah, vergeef ze, zij weten niet wat ze doen. Onwetendheid, dus jij.
soms hoop ik moet, soms hij zoekt steeds naar een excuus voor, niet voor vrienden, nee, voor vijanden, maar uiteindelijk is het ook courage, maar zijn oma, zijn gemeenschap, zijn landgenoten. Dus hij zoekt, hij zegt, zijn onwetend. Ja, Allah vergeef ze hun onwetendheid. En constant zie je dat hij elke keer voor verschillende stammen de dua blijven doen. Allahumma hadida daus waal de weer. Met andere woorden, als achteren we hem vijandig benaderen, hij bleef betrouwbaar, hij vergaf en hij deed de dua. Dit zijn de akhlaq van Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Laat hem maar roepen dat hij nog rustig is. De feiten wijzen anders uit. Hij gijzelde harten met zijn akhlaq, vergaf. En zo was hij dagelijks bezig. 93% van die 23 jaar, 93% van zijn leven, was hij puur alleen maar met dit soort zaken bezig. Laat je daarom niet verleiden om het te hebben alleen maar over halal, haram in die zin van rechten, dit, straffen en noem maar op, en jurisprudentie. Laat dat aan de mensen van kennis over en focus jij en ik ons op inderdaad dit soort zaken juist te leren, de rahma van Allah en zijn van Mohammed als om te leren en dit te praktiseren. Inshallah zullen we volgende keer stilstaan bij een andere facet van de rahma van Mohammed tegen een andere doelgroep, dit keer zelfs tegen de vijand. En we hebben daar talloze voorbeelden van, maar de tijd die dringt en we willen het niet nog langer houden. Maar inshallah zullen we de volgende godwa daarin terugkeren. Mocht Allah en zijn ons laten terugkeren naar Allah voor onze dood. De shahada uitspreken verder onze dood. En het verdelste eilig om binnen vrede naar onze dood. Mocht Allah en zijn de zieken onder ons doen genezen. Er is een vrouw die ziek is en ze wil de dua, mocht Allah en zijn haar genezen. Mocht Allah de genezer haar doen, steeds spoedig doen genezen. En mocht Allah en zijn haar familie bijstaan. Mocht Allah de overleden onder ons.